Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 7 februari. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb het in bed gisteravond zo gigantisch warm gehad. Dat was echt niet leuk meer. Ik had het gewoon echt heel erg warm. Ik heb op een gegeven moment een keer het dekbed van me afgegooid. En dan koelde ik een beetje af en dan deed ik hem er weer zeg maar gewoon over me heen. Maar ik vond het niet... Niet zo lekker en dat is gewoon een beetje, je bent het niet meer gewend, want je bent juist alleen maar gewend dat het juist koud is. Maar het is niet echt koud, nou heb ik wel begrepen dat er weer wat koudere lucht aankomt. Het waaien is inmiddels gestopt en ik hoorde gisteravond, toen ging het ook zo tekeer met waaien en ik hoorde al die kliko's, die hoorde ik omver gaan. Gisteren waren er ook weer kliko's geleegd, maar ik had hem niet aan de weg gezet, want hij was niet vol genoeg. En heel veel mensen hadden die kliko wel aan de weg gezet. Dus ik hoorde alleen al die lege kliko's hoorde ik zo achter elkaar om klapperen. Dus ik was wel heel blij dat mijn kliko's wat dat betreft gevuld waren. Dat ik niet weer kliko's kon gaan zoeken dat ze weggewaaid waren. Of ja, omgeklapt vind ik niet zo erg. Maar wegwaaien wel. Ja, eigenlijk allemaal een beetje bijzonder. Ik heb... gisteravond weer gekeken naar Goede Tijden en naar de Married at First Sight. En waar de een alweer zielig is, is de volgende het ook alweer. Dit was ook weer zo zielig. Deze man is gewoon... Hij is in de 70, wat ik heb begrepen. Die vrouw is in de 60, maar... Ja, zij is iemand die zich heel erg ook verzorgt. En dat deed hij ook wel hoor, want hij smeerde ook iets op zijn gezicht. Ik weet niet of het aftershave was of wat dan ook, maar dat maakt niet heel veel uit. En hij liet dat ook nog wel aan haar ruiken. Ja, dat vond ze ook wel lekker ruiken, maar zij had ook nog helemaal de wenkbrauwen. En ja, ik vond het zelf een beetje onnatuurlijk, die wenkbrauwen van haar, maar goed, dat maakt niet uit. Ja, toen had zij toch best wel wat commentaar op dingen. En dat gaat vanavond alleen maar verder. En dat vind ik dan zo zielig voor zo'n man. Dan denk ik van, ja, weet je, voor de 70-jarige ziet hij er eigenlijk nog hartstikke goed uit. En dan denk ik van, dan is er iemand die toch nog weer hele hoge eisen stelt. Ja, ik vind het altijd een beetje sneu. Verder was het wel weer leuk om naar te kijken. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik de vlog eventjes af gaan maken. Die staat ook alweer opgeslagen en al klaar. Dat vind ik wel heel erg fijn. Ik vind het zo fijn dat ik nu niet meer die problemen heb. Hoor je dit? Ik klop even af. Want ja, je weet nooit wanneer het weer een keer volkomt natuurlijk. Toen heb ik mijn foto's bewerkt. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. What If? Ik kan nu weer Netflix kijken op de tv. Yay! Heel blij mee. En toen heb ik Chantal gekeken en dat was ook wel weer super leuk. Dus ik vind het best wel een grappige serie, moet ik zeggen. Toen ben ik lekker naar bed gegaan om mijn boek te lezen en toen ben ik ook gaan slapen. Ik ga zometeen eventjes wat nieuwe kleding in de handwas doen. Want ik heb zaterdag ook een verjaardag en een jurkje wil ik eigenlijk graag aan. Dus dat is, dan kan ik dat mooi even wassen. En ik heb, mijn moeder had zo'n schaal voor mij gekocht. Die heb ik laten zien, zo'n roze schaal. Die wilde ik op tafel neer gaan zetten. Die heb ik dus helemaal ingericht. Daar heb ik een anti-slipmat in gedaan. Maar ik heb jullie meegenomen in dat proces. Want ik dacht, misschien is het leuk voor jullie om te zien wat ik er nou mee wilde gaan doen. Dus dat ga ik jullie ook laten zien. En dan zal ik uiteindelijk ook even laten zien hoe dat resultaat eruit ziet. Maar ik ben er zelf echt heel blij mee. Ik vind het echt zo leuk staan. Dus dat. Dus ja, dan ga ik eventjes lekker de woonkamer hier doen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dus ik zal jullie met wat andere dingetjes nog wel eventjes meenemen.
wilde jullie even laten zien wat ik ook heb gedaan. Ik heb van de zomer een keer pech gehad dat mijn rolgordijntje naar beneden was. En het was heel warm, dus die had ik bewust naar beneden gedaan. Toen begon het te regenen. Ik dacht, zet ik lekker mijn raam open. Slechtste idee ooit, want dat rolgordijn was toen helemaal hier aan vast gaan plakken. Aan die randen, zeg maar. Dus het had een hele, ja, dat had helemaal stukken rolgordijn achtergelaten. Je ziet het ook nog. Het is gewoon, bepaalde plekken zijn dus wat dunner, maar nu zien jullie het niet, omdat het dus, ja, een beetje met het daglicht zit. Maar ik had hier dus hele plakken rolgordijn, die heb ik nu allemaal eraf gehaald. Helemaal, ja, helemaal schoongemaakt, dus nu zie je daar niks meer van. Dus ik ben echt heel trots op het resultaat. En zo heb ik de schouw nu op tafel staan. Ik had natuurlijk altijd die grijze, die werd wat lelijk en ik vond die roze heel leuk. Ik heb nog steeds mijn kerstkoekjes en de pepernoten er staan. Ik eet er af en toe gewoon ook nog van, omdat het gewoon nog steeds vers blijft in die potten. Dus ik heb hier gewoon lekker mijn dingetjes opgezet. Ik vind het heel mooi. En hierin zit dan dus een anti-slip matje, zodat de binnenkant mooi blijft, zodat het ook blijft staan. Dus dat is echt ideaal. Dus ik vind het echt super mooi zo. Zo, ik ben lekker klaar. De boel hier is weer lekker gedaan. Mijn stofzuiger deed ook ineens weer super goed. Want ik had al een beetje moeite met zuigen. Maar dat ging echt heel goed. Dus dat is heel fijn. Ik kwam alleen achter bij het jurkje dat er zaten van die lusjes aan. Dus ik heb het idee, misschien heeft er wel een lint doorheen gezeten om te strikken. Maar dan kan ik zelf ook eventueel wel een leuk riempje doorheen doen natuurlijk. Maar die zat er niet bij. Dus ja, misschien dat ze die eruit gehaald hebben. Ik weet het niet. Ik weet niet of die erin hoorden. Maar goed, maakt niet uit. Voor 5 euro is het nog steeds een heel leuk jurkje. Dus dat is allemaal lekker schoon. Ik had ook gelijk even de takkie meegewassen, zeg maar. Die snuggel, want dat vind ik dan toch lekkerder om die eerst uit te wassen. Maar ik ben gewoon super blij met het feit dat ik die... hoe noem je dat nou? Mijn kozijnen schoon heb. Ik zie dat het daar ook een beetje is gebeurd. Dus die kan ik ook wel een keertje meepakken. Ik heb jullie daar niet bij gezet. Want het is, ik moet dan filmen tegen het zonlicht in. Dat is voor jullie echt heel vervelend om te zien. Maar het was wel heel leuk geweest om te filmen. Maar ja, als het voor jullie ook niet fijn is om naar te kijken, dan is dat ook niet heel handig. Ik moet zeggen, het is ook een heel klein gedeelte. Dus ik kan er ook niet zo heel makkelijk bij. Maar ik wil dat jullie in ieder geval laten zien hoe mooi het resultaat is geworden. Maar ik denk dat heel veel mensen al niet meer weten hoe het eruit zag. Mocht ik nog een foto kunnen vinden van hoe het eruit zag, zou ik dat kunnen laten zien. Maar dat weet ik niet of ik die nog heb. Maar anders heb je die al wel gezien. Katten hebben net lekker hun eten op. Dus ik ga zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik weer gewoon naar Goede Tijden en Merit at First Sight. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe dat verder afloopt. Ik ga nog even een spel doen. Dan ga ik mijn blogpost schrijven en even een thumbnail maken voor de vlog. Dan ga ik lekker What If kijken en daarna Chantal. En dan ga ik naar bed om mijn boek te lezen. Ik weet nog niet hoe laat mijn coach er morgen is, dus dat moet ik eventjes afwachten. Maar dat is in ieder geval de planning voor vanavond. Dus eigenlijk wel gewoon lekker relaxed. Ik zie wel dat de nagellak hier en daar al wel wat chips heeft gekregen. Maar ik wil hier vrijdag nog een video mee opnemen. Dus ik moet hem nog wel eventjes bijwerken. Want ik kan het niet handelen als ik een video opneem met hele slechte nagellak. Maar... goed, dat komt wel goed. Ik ga nu lekker relaxen, dus bij deze ga ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag donderdag 8 februari. Ik ga me even klaarmaken. Mijn coach komt straks. Ik heb mijn haren weer een keer in de krul gedaan. Dan kan ik zo nog even gauw wat dingetjes doen voordat ik weg moet. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden en daarna naar Merit at First Sight. Ja, dat was wel sneu. Dat had ik al een beetje gezien in het voorstukje. Maar ik heb wel het idee dat er best wel veel mensen meedoen die niet helemaal oprecht zijn of zo. Ik had gisteren alleen volgens mij best wel een grote fout gemaakt. Want ik zei gisteren dat iemand 70 was, maar dat was hij dus nog helemaal niet. En dan kwam ik dus gisteren ineens achter en dacht, oh, hij is nog helemaal geen 70. Maar goed, ja, het verhaal bleef verder wel een beetje hetzelfde. Maar ja, ik had het niet helemaal goed gezegd, zeg maar. Ik heb daarna nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn blogpost geschreven en een thumbnail gemaakt voor de vlog die geüpload is. Dus dat is allemaal wel weer gelukt. Toen ben ik weer lekker de serie gaan kijken. Maar ondanks dat ik deze serie kijk, heb ik toch soms wat vragen dat ik denk van ik snap dingen niet. Maar misschien dat het aan het einde duidelijk wordt. Dat hoop je dan in ieder geval, want ja, als je niet alles snapt, dat is niet altijd even,
even lekker. Ik vind het altijd wel fijn als ik gewoon helemaal een serie goed snap. Maar net wat ik zeg, misschien komt het nog. Ik heb echt nog wel een x-aantal afleveringen te gaan volgens mij. Dus nou ja, goed. Dat zal best wel goed komen. Daarna heb ik nog even Chantal gekeken. En ik heb mijn boek uitgelezen. Dat was wel, wel leuk. Ik mag vanavond weer een nieuwe starten. Maar ik weet ook al welke ik ga lezen. Dus dat is ook altijd wel lekker als je van tevoren al weet wat je wilt, zeg maar. Dus dat is altijd wel fijn. Ik heb al dagen het gevoel dat ik een haar in mijn keel heb zitten. En dat moet een klein kattenhaartje zijn. Maar hij gaat er niet uit. Ik heb al geprobeerd met de tandenborstel. Dat ik dacht van, ik heb wel eens gehoord dat als je een elektrische tandenborstel hebt en je duwt die iets verder je mond in, dat je soms geluk hebt dat hij met de roterende beweging, zeg maar, het eruit trekt. Maar dat gebeurt ook niet. Dus ik heb een beetje pech wat dat betreft. Maar goed, hij zal er hopelijk eerdaags een keertje uitgaan, want dit is echt heel erg vervelend. Ik had gisteravond wel een zilvervis in de keuken. Dus daar baalde ik weer van. Maar ik merk dat ze niet zo heel snel zijn. Dat vertelde ik natuurlijk in de vorige vlog al. Maar ook deze was niet zo heel erg snel. Dus wat dat betreft zijn ze een beetje traag. En dat is op zich niet heel vervelend. Maar het is wel. Het blijft naar dat ze er elke keer zijn. Ik ga straks natuurlijk weer boodschappen doen. Ik ga dus even naar de grote Action, zoals ik vorige week al had verteld. Dus daar ga ik jullie gewoon bij meenemen. Of de grote Action. Ja, het is de iets grotere Action, zeg maar, als waar ik de vorige keer was. Daar had ik jullie dan niet bij meegenomen. Omdat dat gewoon een beetje tegenviel. Deze is iets groter. Deze blusje is een beetje te roze, als je het mij vraagt. Dat ga ik eventjes doen. Dus ik ga mezelf even verder klaarmaken. En dan neem ik jullie daar straks eventjes gezellig mee heen. En dan zie ik jullie weer als ik terug thuis ben. Van de boodschappen. Krulletjes zijn niet zo heel veel meer van over. Ja, het zit er nog iets in, maar het zakt wel heel erg uit. Ik zal je even laten zien wat ik heb gehaald. Ik heb jullie even meegenomen naar de Action. Het was best druk. En een paar dingetjes die ik zocht, die hadden ze niet helaas. Ik ben allereerst ook even bij de Praxis geweest. Want mijn vader die is jarig morgen en dat viert hij zaterdag. Dus die wilde wel een cadeaukaart hebben, dus ik heb een cadeaukaart gekocht. Nou, eigenlijk wilde hij geen cadeaukaart hebben. Ik zeg het verkeerd, hij wilde graag gereedschap hebben van de Praxis. Nou, ben ik best thuis in het gereedschap, maar ik weet niet alles. Dus ik dacht, nou, ik koop wel een cadeaukaart, dan kan je zelf wat uitzoeken. Want dat is allicht beter dan dat ik het aankom. Dan had ik even bij de trekpleister weer de deodorant gehaald. Die was nu met 50% korting, dus nu was die gewoon 5 euro. Zie ik op de bon staan. Ja, 5 euro. Dan hebben we weer boontjes. Een zakje met spinazie. Champignonnetjes. Ik ga straks macaroni maken. Oh, die nagels zien eruit. Die moeten echt bijgewerkt worden. Ik heb kipdijfilet. Dat is voor maandag. Dan kan ik dat mooi eventjes er ook weer wat van in de vriezer doen. Want dat is altijd wel lekker. Het was nu in de aanbieding. Aardappelschijfjes. Ik heb nu de vriezerspullen een beetje voorzichtig gekocht. Als ik echt nog wat tekort kom, kan ik het zaterdag nog eventjes halen. Een flesje met frietsaus. Die was in de aanbieding. Dunne frietjes.
Dan heb ik hier toetjes. Dat was dat. Volgende tasje. We hebben hier weer gewoon kattenvoer. Frikandellen. En brokjes, die kunnen gelijk hier blijven, want die moeten bijgevuld worden. Ik heb een groot pak met appelsap gekocht. Dan even kuppensoep, was weer 1 plus 1 gratis. Dan kan er ook gelijk eentje van hier blijven. Ook nog sinaasappelsap, die was ook een euro. Of 2 euro, sorry. Sjoetjes. Spekjes. Gehakt voor in de macaroni. Ik moet alleen boven zo nog even de macaroni kruiden en de pasta pakken. De opschuimmelk. Ik had jullie natuurlijk verteld, ik ga die goedkoper nemen. Die beviel heel goed. En die kleine pakjes, die zijn eruit. Die grote pakjes, dat is voor mij niet zo heel erg handig. Want dat gaat op een gegeven moment overstuur. Dus dan gooi je gewoon heel veel van weg. Dus dat is zonde. Maar het is wel balen, want die andere zijn er dus uit. Dus scheelde best wel veel geld. Dan heb ik nog slavinken. En ik zag nu dat ze bij de Lidl ook van die grote watjes hadden. Dit zijn 7. En ja, ik heb het al gezegd, ik vind dit gewoon ideaal. Want ze gaan er bij mij hard doorheen. Deze zijn echt super groot. Dat vind ik wel heel erg fijn. En nog een setje met sokjes. 2 paar. Dus dat was wel leuk. Dus dat waren alle boodschappen. Ik ga dit nu even opruimen. Dan ga ik even boven de spullen pakken. Zet ik dit ook gelijk weg. Dan ga ik even lekker relaxen. En dan straks lekker douchen en macaroni maken. Vanavond ga ik gewoon goede tijden kijken. En daarna doet hij het of doet hij het niet. Ik denk nog even een spelletje doen. En dan ga ik lekker mijn foto's bewerken. Mijn serie kijken op Netflix. En daarna weer Chantal. Dan ga ik lekker naar bed. En even kijken wat die kat aan het doen is. Want die is een beetje vervelend. Dus dat wordt verder de avond. Vanavond een nieuw boek lezen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu eventjes opruimen. En dan ook niet zo heel veel meer doen. Dan eventjes lekker relaxen. Dus bij deze zeg ik dan tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 9 februari. Ik ben klaargemaakt en vandaag is mijn vaderjarig. Dus gefeliciteerd, maar ik heb hem al op meerdere manieren gefeliciteerd. Ik heb hem ook al even aan de telefoon gesproken. Dus morgen hebben we daar verjaardag van. Betekent ook dat het vandaag een jaar geleden is dat mijn bultje op mijn kin is weggehaald. Gisteren was het de dag, maar vandaag is de datum. Dus die is nu ook een jaar weg. Dus daar ben ik nog steeds wel heel erg blij mee. Grappig dat het dan weer zo snel gaat. Ik heb gisteravond lekker gekeken naar Goede Tijden en daarna doet hij het of doet hij het niet. Het was wel weer heel erg leuk. Ik heb net trouwens al eventjes een make-up video opgenomen voor dinsdag, dus dat is ook weer fijn. Nadat ik doet hij het of doet hij het niet had gekeken, heb ik nog even een spelletje gedaan en ben ik mijn foto's gaan bewerken. Ik heb nog even wat muziek op mijn iPod gezet, vind ik ook altijd wel leuk. Toen ben ik What If gaan kijken op Netflix en daarna weer Chantal. Dus dat was ook wel weer heel leuk. En ben ik in een nieuw boek begonnen. Dus dat is ook wel weer een boek wat ik moeilijk weg kon leggen. Dus dat was ook wel weer heel erg leuk. Vandaag op de planning. Ik moet nog even cadeautjes inpakken. Even kaarten schrijven. Maar ik ga jullie laten zien hoe ik die carousel in elkaar heb gezet. Die draaibare make-up, roterende make-up carousel, zeg maar. Die ga ik eventjes in elkaar zetten voor jullie. Want ik denk dat sommigen van jullie wel benieuwd zijn hoe die er nou uiteindelijk uitziet. Dus dat ga ik jullie ook even laten zien. En misschien dat ik jullie nog even meeneem als ik de cadeautjes inpak. Ik zal in ieder geval eventjes nog laten zien wat ik nog had gekocht. Die kaart wisten jullie al, maar ik moest nog eventjes een cadeautje halen. Verder een beetje rommelen, weet je. Het is een dagje dat ik niet zo heel veel hoef te doen, dus dat is ook altijd wel lekker. In ieder geval even goed stofzuigen, dat heb ik gisteren niet gedaan, dus dat ga ik zo eerst eventjes doen. Ik neem jullie gewoon weer gezellig mee vandaag, dus dat is voor nu eventjes de planning. Dus even muziek aan en dan ga ik even lekker aan de gang. Nou ja, morgen is het de verjaardag van mijn vader, maar de dochter van zijn vriendin viert ook haar verjaardag. Dus ik vond het een beetje... lullig om met lege handen aan te komen. Dus ik heb voor allebei een kaartje gehaald. Deze is voor mijn vader en deze is voor haar. Zij wordt 14. Ik heb voor haar een leuk setje met nagellakjes en zo'n sculptmassagebrus. En voor mijn vader had ik dan deze bon. Dus dat ga ik nu ook even inpakken. MUZIEK
Was even zoeken naar een plek, maar hij is uiteindelijk hier terecht gekomen. Het in elkaar zetten ging uiteindelijk makkelijk, want je had gewoon met van die stiekjes. En nu kan ik gewoon, heb ik hier alles staan. En als ik dan wat wil hebben, draai ik hem even rond. En dan kan ik gewoon mijn spullen pakken. Er ligt nu een matje achter die niet erachter hoort. Maar dan ja, kan ik het gewoon pakken en dan kan ik het gebruiken. Dus echt ja, ideaal zo. Zo, katjes zijn nog even de laatste brokjes aan het opsmikkelen, maar die zijn alweer bijna op, want dat hebben ze altijd zo leeg. Ik heb wel even lekker wat klusjes gedaan. Ik was eigenlijk van plan om nog extra mijn kwasten alvast wat te wassen, maar daar ben ik nog niet naartoe gekomen. Maar dat kan dan morgen nog wel voordat ik wegga. Ik wil dat ik me eigenlijk even opnieuw ga doen, want het ziet er niet zo heel mooi meer uit. Dus ik denk dat ik dat even opnieuw doe. Ik vind het dan altijd wel fijn om toch net gelakte nagels te hebben als ik op visite ga. Dus dat ga ik denk ik nog wel even doen vanavond. Verder is het gewoon weer lekker tijd voor Flikken Maastricht. En daar heb ik natuurlijk wel heel veel zin in, want ik ben wel heel erg benieuwd hoe het nu verder gaat. Ik denk dat ik nog even een spelletje ga doen. Ik heb nu een klein beetje hoofdpijn, dus misschien zo eventjes een aspirintje. En verder ga ik de video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Verder met What If. En ik denk dat ik vanavond even verder ga met Clem, want ik heb nog die film natuurlijk staan. Daar heb ik nog twee delen van te kijken. Dus ik denk dat ik vanavond weer even een deel kijk en volgende week dan heb ik die ook weer gezien. Dan kan dat ook allemaal weer van de band af. Dat is ook altijd wel lekker. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen, want wat ik zeg, ik heb een beetje hoofdpijn. Dus ik ga even een aspirintje nemen. Ik heb gelukkig wel het een en het ander kunnen doen. Dus dat is wel lekker. En de cadeautjes zijn verder klaar. Ja, ik had echt letterlijk nog kerstinpakpapier. Dus het is nu met kerstinpakpapier ingepakt. Maar het maakt niet uit. Papier gaat toch bij het oud papier. Dus dat is niet zo heel erg. Kaartjes zijn geschreven. Ik heb nu niet ervoor gekozen om zelf kaarten te maken. Want ik ben momenteel zo druk in mijn hoofd dat ik daar normaal gesproken al best wel lang van tevoren mee bezig ben. En nu gewoon eventjes niet de inspiratie ervoor had. Dus wie weet de volgende keer weer. Dus dat wordt in ieder geval mijn avond. Ik ga nu dan in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 10 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb mijn nieuwe jurkje aan van de Zeeman. Ik zal hem even laten zien. Kijk. Die heb ik aan. Leuke lengte ook. Dan gewoon mijn giletje eroverheen. Haartjes in de krul. Dus ik ben helemaal klaar ervoor. Ik heb natuurlijk straks een verjaardag. Verjaardag is eigenlijk vanavond, maar ik ga er al wat vroeger heen. En dan ga ik vanmiddag nog even naar het centrum. Dus, nou, dat eigenlijk. Gisteravond heb ik lekker gekeken naar Flikken Maastricht. En dat was weer zo spannend. Ja, het is eigenlijk altijd heel spannend, maar ik geniet er echt zo intens van. Ik word er echt heel blij van. Het was gewoon echt weer superleuk om naar te kijken. Dus ja, dat was gewoon eigenlijk gewoon weer helemaal goed. Daarna nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik lekker mijn video in elkaar gezet. Heb ik mijn blogpost geschreven. Toen ben ik lekker gaan kijken naar What If. Ook wel weer super spannend. En daarna nog eventjes naar Clem.
Die film, die werd dus in delen uitgezonden. Daar heb ik nu even het tweede deel van gekeken. Ik heb mijn nagels nog even netjes gemaakt. En ik moet alleen nog even wat op mijn lippen. Maar ik moet zo nog even tanden poetsen. Lekker geurtje op, dus ik ben er wel klaar voor. Ik ga jullie gewoon nog even meenemen. Ik ga nu eerst even stofzuigen en even schoenen pakken van boven. Even de laatste dingetjes doen. En dan ben ik klaar om straks weg te gaan. Dus ik probeer jullie nog even mee te nemen vandaag met het een of degeen. Maar in ieder geval, ja, vandaag ben ik dus een dagje in ieder geval de deur uit. Dus dat is het voor nu eventjes. Verder niet zo heel veel te vertellen, dus ik zou bij deze zeggen tot later. Oh ja, en jij bent net. Nou, ja, nou, en ben jij ook 50? Oh, nou, oké. Okay. Ook dat nog, ja. Zullen we dan even een lege pop op die dame zetten? Dan wil ik mijn toilet op de verkeerplaat zetten. Oh, is dat zo? Ja. Met grijs haar? Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, gereedschap. Ik kan niet. Ik weet niet wat ik met het goed. Ja, zeker weten. Dan kan je het beter zelf uitzoeken. Ja, heel leuk. Alsjeblieft. Ik had er van een mama toevallig ook een. Ja, want die zei, dat had ik al gezegd, dat je gereedschap wou van de praxis. En zei, oh, dat doe ik wel mooi. Ik zeg, ja, dat doe ik ook. Want... Ja, ideaal toch? Ja, ik weet ook niet. Zo is dat. Ja, hartstikke leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Okay. Op de kaart. Dankjewel. Alsjeblieft. Leuk. Dat je het even weet. Ja, je bent nog niet live. Maar ja, je staat op film. Je komt niet nu op YouTube. Maar nee. Met het mooie kerstpapier. Oh, dat is zo'n ding. Dat is een borstel. Als je dan je haren gaat wassen, dan kan je met die borstel dat helemaal lekker zo inmasseren. Alles wassen. Oh, daar houdt ze wel van. Want ze zegt altijd, je moet goed zo doen, zeg zo. Ja, maar dat maakt het met die borstel dus heel makkelijk. Oh, dat is heel handig. Handig. En ook nog eens jouw kleur, denk ik, roze, hè? Tuurlijk. Tuurlijk. Helemaal roze. Ze hadden ook blauw. Ik had eerst een blauw. Toen zag ik later, oh, ze hebben ook roze. Ik ga gauw omwisselen voor de roze. Ook al zo geplakt. Ja, ik heb goed geplakt. Dat doe je bij mij ook altijd. Dus ik denk, ik plak ook goed. Ja, dat is waar. Inderdaad. Oh, wat leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik denk, dat is wel een goede kleur voor jou. Ja. Het is een beetje bruinig, maar er zit ook een glanzende in. Wat is?
Nagellak. Hey. Oh, maar pas op dat je moeder dat niet steelt. Weer? In een kastje. Ja. Was jouw nagellak gezien in het huis? Vonden we ineens allemaal nagellak. Waar gingen de kastje toen uit? Of nou ja, in een doos ruimen. Dus allemaal nagellak. Hey, dankjewel. Wie heeft ze van mij? Zo, ik ben weer thuis. Het is echt al super laat. Maar ik ga nog wel even lekker douchen, want ik kan wel allemaal spul weer maken. Ik ga even mijn haar wassen. En dan ga ik nog wel even zitten, want ik ben nooit iemand die gelijk naar bed toe kan gaan. Maar het is echt wel heel erg laat. Ik moet nu heel erg wennen aan de lampen weer. Want bij mijn vader was het allemaal gewoon, het was iets donkerder in huis. Ik was heel erg gewend aan niet zoveel licht. En nu heb ik in huis zeg maar wel weer heel veel licht. Maar het was wel heel gezellig verder. Vanmiddag is even naar het centrum geweest, was verder wel heel gezellig. Dus prima daar gegeten en... Vanavond verjaardag gehad, was niet super druk. Dus wel gewoon een leuk clubje bij mijn kamer. Ik ga nu nog eventjes lekker onder de douche. Ik denk nog even een serietje kijken en dan ga ik straks lekker slapen. Want het is best wel laat geworden. Ik ga Luan ook gewoon morgen weer zien. Ik had eerst dan zoiets, als ik nog niet zo heel laat thuis ben, dan ga ik gewoon nog eventjes mijn vlog editen. Maar dat ga ik nu niet meer doen. Ik denk morgen maar eventjes doen of zo. Ik ben nu wel gewoon ook wel een beetje gaar. Strakje lekker slapen, maar eventjes douchen en nog eventjes lekker zitten. Dus ik zie jullie morgen gewoon weer. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 11 februari. Ik zit op de bank. Ajax staat aan. Die gaan spelen tegen Heerenveen, maar ze zijn nu met het vieze volkslied bezig. Want het hoort bij die wedstrijd altijd. Ik heb nu een stream aan staan. Het is niet op de gratis zender. Ik ben vannacht zo ziek geweest, jongens. Ik ben aan het overgeven gegaan. En ik had gedoucht en ik wilde nog even lekker met de katten zitten. Maar ik merkte al dat het me heel vol aanvoelde. Gaan ze op je buik zitten, dat voelde allemaal helemaal niet lekker. En op een gegeven moment moest ik overgeven. Nou, toen heb ik nog heel even gezeten. En toen ging ik eigenlijk naar bed toe. Want ik moest mezelf echt een soort van naar bed slepen. Want ik had gewoon de kracht bijna niet om te gaan. En eigenlijk... ik zou mijn tanden gaan poetsen en ik moest gewoon weer overgeven. Dat was allemaal niet lekker. Toen lag ik echt met zo'n hele, die pijn in je buik in bed. Omdat je natuurlijk heel erg dan voelt van, je lichaam is samengetrokken. Dus dat voelde eigenlijk niet fijn. Dus ik was goed ziek vannacht. Nu gaat het wel weer, maar ik wil wel een beetje rustig gaan doen. Ik heb nog niet het gevoel dat het helemaal je van het is. Maar ik hoop dat het gewoon beter gaat. Ik ga zonder te wel even stofzuigen de groenten afhalen. Ik ga zo ook eerst eventjes lekker een stuk van Ajax kijken. Ik hoop natuurlijk dat we winnen. Dus dat is eigenlijk voor nu eventjes allemaal wat ik te vertellen heb. Verder heb ik niet zo heel veel te vertellen. Ik heb een beetje hoofdpijn, dus ik ga zo ook even een aspirintje nemen. Het gaat vandaag gewoon eventjes niet zo lekker. Maar goed, soms heb je van die dagen. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Zo, ik heb even fotospullen gepakt. De wedstrijd gaat voor Ajax niet zo heel erg goed, dus... dat vind ik al minder leuk dan om naar te kijken. Maar ik heb hier het Winnie de Pooh oogschaduwpaletten die ik nog eventjes ga fotograferen. Dit is dus de 030 It's a good day to have a good day. Maar deze is al in een video voorbij gekomen. Dan heb ik hier de Hello Good Stuff 48 Hour Intense Hydrogel. Die ik ga proberen. En ik heb hier een lipkit van de Zeeman die ik ga proberen. Dus daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naast. Ik ga hier nu eventjes foto's van maken en ondertussen nog wel even Ajax kijken. Maar zoals ik al zei, de wedstrijd is niet zo leuk. Oké, Ajax is afgefloten. Het was tot op het laatste moment nog wel spannend. Vooral omdat ik het eigenlijk wel een goal vond. Maar blijkbaar vonden ze het geen goal. Dus hebben ze helaas verloren. Dus daar baal ik wel een beetje van. Dus dat is altijd wel jammer. Ik heb het alleen nu echt gewoon ijskoud. Ik merk toch dat ik nog niet helemaal fit ben. Ik merk ook dat ik gewoon wat moe ben. Dus ik ga zometeen in ieder geval eventjes lekker op de bank. En eventjes lekker in de relaxmodus. Nee, ik ben niet helemaal fit. Ik hoop wel in ieder geval als ik vanavond wat eet dat het in ieder geval niet weer eruit komt. Het is zo vies elke keer, maar goed. Ja, het kan natuurlijk ook een griepje zijn, net er heerst natuurlijk van alles. Maar ik heb het in ieder geval een beetje rustig aangedaan. Foto's zijn klaar, wel even Ajax gekeken. Maar dat geniet je dan toch wat minder van als het niet zo lekker gaat. Dus ik ga nu zo even lekker relaxen. Ik denk even lekker met de katjes. Ga ik straks lekker douchen en proberen wat te eten. Vanavond ga ik even Terex uit Arm kijken en Alberto Stegeman te Bres.
Ik ga wel even mijn nagels doen. Ik wil eigenlijk ook eventjes die vlog nu in elkaar zetten vanavond voor het grootste gedeelte. Want dat heb ik natuurlijk gisteren niet gedaan. Ik moet nog foto's bewerken. Dus ik moet even kijken hoe ver ik kom en hoe ik me voel. Ik ga wel weer What If kijken en Chantal vanavond. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. En ik moet even de kaartjes van mijn camera legen, want die zit vol. Ik ga nu in ieder geval niks meer doen. Dan eventjes lekker even op de bank. Dus ik zou bij deze gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 12 februari. Ik ben klaargemaakt, maar ik ben het kaartje van mijn camera kwijt. En ik heb hem gisteravond gebruikt. Ik heb alles geïmporteerd. Ik heb het op de harde schijf gezet en ik kan hem niet meer vinden. Ik weet niet waar dat ding gebleven is, dus ik moet zo even flink gaan zoeken. Vandaar dat ik nu even maar met mijn telefoon film. Want ja, ik weet gewoon even niet waar ik hem gelaten heb. Dat is gewoon heel erg vervelend. Dus ik hoop dat ik hem zo meteen met opruimen tegenkom. Hij kan niet weg zijn, want ja, ik heb hem gisteravond nog gehad. Maar het is heel erg vervelend. Ik heb gisteravond even gekeken naar Steenrijkstraat Arm. Dat was wel leuk. Verder ging het eten eigenlijk wel goed. Ik ben niet meer echt dat ik echt het gevoel heb dat ik ziek ben geworden of wat dan ook. Dus het eten ging verder eigenlijk allemaal wel prima. Dat is allemaal wel gelukt. Daarna heb ik even Roberto Stegeman gekeken. Dat was best wel heftig. Ging ook weer over een oplichter. Die woonde inmiddels in een woning in België. En daar betaalde hij geen huur. En dat had hij bij een vorige woning ook al gedaan. Die woningen die zaten ook helemaal onder de poep van de honden. Want die honden die poepten in huis. Dus het kostte die eigenaren ook heel veel moeite, zeg maar, om die weer een beetje, ja, is denk ik iets beter. Nee, ik word er niet beter op, jongens. Wat is dit? Ja, die huizen schoon te maken. Dus dat was natuurlijk wel een dingetje. Nou, ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn rood met een glittertje. En dat is dus dit lakje van de Catrice Valentine's Collectie. Deze, dit is die C03 Love Game. Ik vind hem echt super leuk met die glittertjes. Nou, toen heb ik de vlog dus in elkaar gezet en ben ik dus mijn kaartje kwijtgeraakt. Heb ik mijn Netflix-serie gekeken en daarna nog even Chantal. En toen ben ik lekker naar bed gegaan en ben ik ook eigenlijk vrij snel in slaap gevallen na het lezen. Want ik was best wel moe. Ik ga jullie even meenemen bij het wassen van de kwasten. Die heb ik weer schoongemaakt. Ik ga hier ondertussen eventjes lekker de boel doen. Ik ga een muziekje aanzetten. Ik ga even een was aanzetten. En ja, de bakken weer even doen en alles weer even lekker grondig doen. Dus nou, dat is ook altijd wel weer lekker. En dus even op zoek naar mijn kaartje. Dus ik hoop dat ik die nu zo meteen ga vinden. En dat ik straks weer met de camera kan filmen. Want dit is natuurlijk heel vervelend. Maar goed, daar ga ik even mijn best voor doen. Oké, ik ben klaar. Ik heb uit nood nu het kaartje van mijn andere camera gepakt, want ik heb mijn kaartje nog steeds niet gevonden. Ik snap niet waar ik hem dus heb. Dus ik te denken, zou ik hem bij de switch in hebben gestopt per ongeluk, dat hij daar achter is gegaan. Dan zou ik eventjes kunnen kijken, maar ik weet gewoon echt niet waar die is, want hij ligt hier gewoon nergens. Super irritant. Hoe raak je nou weer zo'n kaartje kwijt? Echt, ik snap het zelf niet. Maar goed, ik heb alles lekker klaar. De douche is weer helemaal klaar. Ik heb ook al een wasmand neergezet met de handdoeken die moeten gewassen worden. Die draai ik dan altijd 's nachts, zodat ze de volgende dag in het droge kunnen. De bakken zijn lekker verschoond. Ze hebben ook weer lekker schone drink- en eetbakjes. En nou, gelijk even die hele zak met al die opgemaakte producten heb ik in de kliko gedaan. Want ja, ik had natuurlijk die video opgenomen, dus gelijk weer een stuk rustiger en is die zak lekker weg.
Maar ja, verder, ik heb net even spinazie in het water gezet, want die eet ik vanavond. Dus ja, verder was het eigenlijk allemaal wel prima. Alleen irritant dat ik dus mijn ding nog steeds kwijt ben. Ik ga nu in ieder geval zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon naar Goede Tijden en daarna helpt mijn man eens klussen. Ik wil nog even Dreamlight Valley doen met Disney, want ja, ik had nu een opdracht. Ik snap niet helemaal hoe ik het weg moet geven, maar dat moet ik eventjes opzoeken. Dus dat is op zich ook wel weer leuk. Dan ga ik de video in elkaar zetten, mijn blogpost schrijven. Dan ga ik lekker de laatste aflevering van mijn Netflix-serie kijken. Die kreeg gisteren trouwens een hele bizarre wending. Dus ik had echt zoiets van, wow, dit is wel bijzonder. Ik vind die nagellak zo leuk, jongens. Oh, helemaal blij mee. En nou ja, goed, toen heb ik dat dus eventjes gedaan. Dus goed, ik ben wel heel benieuwd hoe dat verder dus eindigt. En daarna ga ik Chantal kijken. Dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Ik ga nog eventjes kijken in het tasje van de Switch of die daar is inbeland, mijn kaartje. En als dat ook niet zo is, dan weet ik het echt niet meer. Dan hoop ik echt dat die eerdaagse keer tevoorschijn komt. Gaat met dit kaartje ook wel. Alleen dan moet ik hem steeds omwisselen, omdat ik ook altijd mijn spiegelreflexcamera gebruik met foto's maken. Maar goed, het zal wel goed komen. Ik ga in ieder geval bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag dinsdag, het is 13 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb toch weer een trui uit de kast getrokken, want ik vond het een beetje fris. Ik heb gisteravond geen verwarming aangehad, er was hier 17 graden in huis. Ik ga heel even kijken hoeveel graden het nu is, want ik merk nu toch echt dat het gelijk een stukje kouder is. Ja, 9 graden, het is op zich niet dat je denkt, nou, maar het is ook best wel zwaar bewolkt, maar ik had het gewoon koud. Dus ik dacht, nou, ik doe lekker een trui aan. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden en daarna naar Help Mijn Man Is Klussen. Dat is ook wel weer een, gewoon een mooie uitzending. Alleen ik vond die vrouw op een gegeven moment een beetje vervelend worden, een beetje betuttelend. Het leek net een beetje een moeder-zoon relatie, maar dat werd ook wel benoemd. En later ging het geloof ik wel weer beter, dus dat is natuurlijk altijd mooi. Maar het resultaat is gewoon altijd best wel mooi geworden. Ik heb nog even Disney Dreamlight Valley gespeeld. Was ook wel weer leuk. Toen heb ik de video in elkaar gezet. En eventjes de thumbnail afgemaakt. Mijn blogpost geschreven. Toen ben ik de laatste aflevering van de Netflix serie gaan kijken. En ik vond het einde best wel verrassend. Maar ik vind het altijd leuk om dan eventjes te gaan kijken of je die acteurs ergens anders van kent. Er schenen er twee dus ook in Glee te hebben gezeten. Nou ja, die heb ik helemaal uitgezien. Alleen ze waren zo'n stuk jonger dat ik ze er gewoon niet van had herkend. Later had ik bij die jongen, omdat er van die jongen stond er ook een foto online toen hij in Glee zat, dat ik dacht, ja, dat gezicht komt me wel bekend voor. Maar die vrouw die kon ik niet helemaal thuis brengen. En ik was vooral heel erg nieuwsgierig de rol had van die vrouw, die vond ik gewoon heel, heel gemeen. En dat bleek een hele bekende actrice te wezen. Zellweger, Renée Zellweger, volgens mij. Naam zei me wat, maar ik ben niet zo'n filmkijker. Dus het is niet dat ik buitenlandse acteurs snel herken. Ik heb bijvoorbeeld nu wel bij die Harlan Coben-serie dat ik een paar acteurs zag die ik wel vaker in een andere serie had gezien. Maar nee, het is een hele bekende actrice, maar het zei mij, haar gezicht zei me gewoon niks. Dus ik was wel verrast dat zij dat was. Ik heb ook de laatste aflevering van Chantal gekeken van seizoen 1. Seizoen 2 heb ik opgenomen. Volgens mij is nog niet alles uitgezonden. Dus ik moet eventjes kijken of ik daar al wel aan wil gaan beginnen. Of dat ik even wil wachten tot alles uitgezonden is. Ik denk dat we nu bij aflevering 6 zijn die uitgezonden is. Maar die wordt elke week uitgezonden op de Belgische zender. Maar ik moet daar eventjes naar kijken. En toen ben ik lekker naar bed gegaan. Ik heb mijn boek uitgelezen. Dus vanavond weer een nieuw boek is ook altijd weer leuk. Ik ga nu zometeen even stofzuigen en even de bakken scheppen. En dan ga ik eventjes de video opnemen voor zaterdag. En dan ga ik nog even lekker diamond painten. Gewoon eventjes lekker een rustig dagje. Ik heb nog steeds mijn kaartje niet gevonden, wat me erg irriteert. Waar ik ook niks van begrijp. Dus ik hoop echt dat ik hem de komende dagen een keer ga vinden. Nou werkt het met dit kaartje ook wel. Maar ik heb toch graag mijn eigen kaartje terug. Het idee dat ik gewoon niet weet waar ik hem gelegd heb, dat irriteert me een beetje. Maar goed, ik ga dat nu even doen. Dan neem ik jullie straks nog even mee met diamond painten. Dus tijd om even aan de gang te gaan.
Zo, alles is weer gelukt. De video staat erop. Ik heb het gelijk naar boven gebracht. Dan ga ik het van het weekend eventjes lekker opruimen. Even lekker diamondpainting gedaan. Dat was ook wel weer leuk. Oh, er komt een melding binnen opnieuw dat er nu al miljoenen slimme meters toe zijn aan vervanging. Dus ja, dat is ook heel positief natuurlijk. Maar het was verder eigenlijk allemaal wel gewoon lekker. Ik ben nu begonnen met het konijntje met de diamond painting. Alleen, ik baal ervan dat ik zo plakte aan, zeg maar. Dat is altijd een beetje lastig. Het zijn vaak wat kleine oppervlaktetjes. Maar goed, hij wordt denk ik ook wel weer heel erg leuk. Ik ga nu in ieder geval zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik strakjes lekker douchen en eten. Vanavond heb je gewoon goede tijden en weer lekker Married at First Sight. En dan zie ik dat voorstukje, dan zie ik het al wel weer. Dan zie ik denk van, oh, er gaat volgens mij wel weer heel veel gebeuren. Maar dat kan ook meevallen hoor. Voorstukjes zien er soms erger uit dan dat ze zijn. Ik ga eventjes de vlog afmaken sowieso. En nog even een spelletje doen. Foto's bewerken. Ik wil vast wat aan mijn blogpost doen voor vrijdag. Dan ga ik lekker een nieuwe Netflix-serie uitkiezen. Maar ik heb echt nog letterlijk geen idee wat ik wil gaan zien. Dus daar moet ik even weer naar zoeken. En ik denk toch wel dat ik aan Chantal begin. Ik ga in ieder geval nog even checken hoeveel afleveringen ik dan nog mis. Maar ik denk dat het er 2 zijn. Dus nou ja, goed, dan red ik dat ook wel. Dus ja, dat is het eigenlijk ook wel. Ja. Ik ga bij deze in ieder geval gewoon de vlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doei!